In één keer zat er naast de boot allemaal kleine visjes. Die zagen de boot een beetje als redding. We liggen natuurlijk zo langzaam, drijven we. Dus dan gaan ze met ons mee. Je wordt een soort eenheid van het geheel. Een hele schoon vis. Onder de boot, een soort dolfijnen. En dan iets kleiner. Kraakhelder water, hè. Het is nog mooier dan het zwembad. Schoon. Oh, er zijn twee soorten vissen. Eentje is een makreelsoort, zie ik. Die meest grote en iets anders. Je wordt een soort touwtje. Dus, en iedereen die houdt van je en komt naar je toe. En dat is nou ook zo. Je wordt een soort grote mama. En dan komen de kleine visjes een beetje schuilen achter de boot. Misschien komen de grote vissen daarna weer. Ik heb trouwens wel honger. Dus een tonijn zou niet gek zijn. Maar het schijnt dat je 7 knopen moet varen voor het ideale. Dus 5 gaat ook. Maar 2 zullen wel geen beet krijgen. Allerlei creaturen. Hier een soort blaaskwal die zich kan opblazen. Dat is een schildpad. Hij zag ons en dan ging weg. Dat is een bruine schildpad. Een prachtige avond. Geen wind. En daar is Oren dus vlakbij. Even kijken. Dat is daar. Dat is ergens een berg. Beetje in het donker is het, beetje inzoomen. Daar ligt de Azoren. San Miguel. 36 nautische mijl. En het is gewoon te ver. Ik zit hier. Ik lig hier gewoon te dobberen. En te genieten, een beetje gitaar te spelen. Windje komt wel. Overmorgen of zo. Natuurlijk heerlijk te genieten hier zo op die deining. Het gekabbel en het heen en weer geklots. En ik heb geen wind. En op zich is dat allemaal niet erg. En ondergaande zon, allemaal lekker, allemaal goed. Maar dan ligt er toevallig net een visser in de buurt. En hoop ik niet dat hij de hele nacht een beetje rond me heen blijft vissen. Maar dan word ik elke keer wakker natuurlijk. Ik kan ook nog verder motoren, maar ik heb het wel een beetje gehad. Ik heb een uurtje gemotord, vind ik genoeg. We hebben weer genoeg stroom. En morgen kijken we alweer, of vannacht, als het gaat waaien, dan kunnen we verder. Maar ik zie nog geen wind komen bij het Azorenhoog. Het is 1018 millibar, dat is hoog. En we zijn echt bij San Miguel. En dat is nog 36 nautische mijl. Dat is vlakbij. Je kan het gewoon aanraken bijna. Maar ja, nou 36 mijl te gaan motoren heb ik even geen zin in. En het is nog verder, want dan is het om het hoekje. Dan is het 50 mijl of zo. Dus dan wordt het misschien morgen of overmorgen. Ondertussen hopen we een hoop natuur te zien. Heel veel van die pijlstaart stormvogels vliegen hier voorbij. Net over de golven. Het is gewoon prachtig om te zien. Maar ja, het is gewoon niet te filmen. Jongens, dit is echt, hè. Dit is niet gefaked. Het is zo oranje. Hele grote schildpad. Oh, nou hoort hij me. Dan gaat hij weg. Dat is een grote, zeg. Bruine. Hij zit onder water. Je kan hem wel zien. Kom weer terug. Kom even kijken. Eten kwallen. Mooi, komen er van die hele kleine cumuluswolkjes. Maar ook een klein beetje wind. En dat is super. We gaan nou een heel klein beetje vooruit. We zijn in ieder geval weer aan het varen. We liggen niet meer stil. 13 uur stilgelegen, hè? Dat is wel heel veel. Ik zit weer heerlijk te genieten. We lopen anderhalve knoop. Er staat bijna geen wind.